We hadden toch... Mijn Pokémon hadden toch... 1 of 2 levels hoger moeten zijn. Waarom word ik in 1 keer gesloopt door deze move? Yo, Nintendo fans! In de vorige video hadden we onwijs veel moeite met de laatste member van de Elite Four, Lucian. Maar toen hebben we verslagen en nu mogen we hier naar boven, naar de laatste kamer. Het is ook een langere gang. Maar daar gaan we, jongens. Zijn jullie klaar voor de laatste battle? Tegen, jullie zien het, Cynthia. Als jullie ready zijn, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik vond dit een hele vette serie. Misschien is dit wel de laatste video. Misschien ook niet. Abonneer, zet het belletje aan. Duimpje omhoog. Dan gaan we battelen tegen Cynthia. Kijken of dit nog moeilijker wordt dan tegen Lucian. Maar Cynthia zegt, samen met jouw Pokémon kan je alles aan. Hoe moeilijk het ook is. De kracht die je hebt geleerd. Ik voel het gewoon. Maar we hebben genoeg gepraat. Laten we beginnen met waarom je hier bent. Oh, daar gaan we. Als de Pokémon League Champion accepteer ik je challenge. En we moeten tegen Cynthia gaan battelen. En ik ben bang. Een beetje wel. 6 Pokémon maar liefst. 6 hele sterke Pokémon. Sommige met een hoger level dan mijn Pokémon. En ze begint met Spiritomb. Ik begin met Absol. Want Absol die kent een Fairy-type move. En hopelijk ben ik gewoon sneller dan Spiritomb. We moeten Play Rough doen. En ik ben inderdaad sneller. Hopelijk hebben we... Oh, we hebben Spiritomb niet in 1 keer down. Oké. Okay. Spiritomb heeft ook nog een berry. Die gaat hij lekker kanen. En Spiritomb doet nu Dark Pulse. Die moet ik kunnen overleven, toch? Ja, die overleef ik. Was wel gelijk weer lekker een critical hit. Dankjewel. Maar met Play Rough hebben we Spiritomb in ieder geval down. Het staat 1-0. Het is een beter begin als tegen Lucian. En Blade heeft gedaan waarvoor hij hier kwam. Spiritomb verslaan. Blade en Jaws gaan allebei een level omhoog. Oké, en nu Roserade. Oké, die moet duidelijk voor Abu zijn. Dit moet lukken, jongens. Roserade level 60. Abu, level 64. Flamethrower moet, denk ik, Roserade gewoon in 1 keer slopen, toch? Dit moet geen probleem zijn. Ah, weer net niet in 1 keer. We hadden toch... Mijn Pokémon hadden toch... 1 of 2 levels hoger moeten zijn. Waarom word ik in 1 keer gesloopt door deze move? Oké, eerlijk. Ik begreep niet waarom Sludge Bomb mijn Pokémon in 1 keer kapot maakt. Daar moet iets aan de hand zijn. Nee, ga nou niet... Ga nou niet full restoren, Cynthia. Ik had echt verwacht dat dit geen probleem zou moeten zijn. En dan gaat dit opeens toch een probleem opleveren. Ik heb de expert belt gejat van Roserade. Roserade is wel sneller en die Sludge Bomb is blijkbaar echt een probleem. Die poisoned mij ook, vind ik heel irritant. En ik ga crunchen. Is Roserade down? Roserade is niet down. Oftewel, Simba gaat ook kapot, denk ik. Waren het niet dat ik nu een full restore ga gebruiken? Want ik wil niet dat Luxray kapot gaat. Dus de poison is weg. En we zijn weer full HP. En daar gaat hij weer met Sludge Bomb. Nou, dit heeft niet zo'n zin. Dit is heel naar, maar ik kan doen wat ik wil. Maar ik denk dat Roserade mij gewoon gaat nakken. Dit is ongelooflijk. Waarom verlies ik van Roserade? Wat is dit? Ik ben hier helemaal niet blij mee. Dit gaat helemaal niet volgens plan. Roserade gaat nu Sludge Bomb op me. Ja, dit is natuurlijk ook super stom dat ik dit doe. Waarom doe ik Carnivine eruit? Maar Roserade gaat mijn team wipen. Ik denk dat Blade sneller is. Misschien moet ik Blade maar gewoon gebruiken. Nee! Roserade is sneller dan mijn Blade? Waar slaat dit op? Waar gaat het over? Cynthia sloopt gewoon in 1 keer heel mijn team. Energy Ball? Ja, tuurlijk. Nu gaat Donald ook kapot. Ja, iedereen gaat dood. Ik heb 1 HP over. Roserade? Serieus? Maar dat komt omdat Abu gewoon dood ging. Waarom ging Abu dood? Waarom ging mijn freaking Inferno dood door Roserade? Ongelooflijk. In ieder geval, Roserade is nu down. En nu kom ik tegen een Gastrodon. Ik ga ook switchen naar Gastrodon. En dan gaan we maar weer gewoon mijn hele team revive of zo, denk ik. Oké, okay, let's go. Max revive. Simba. Gastrodon gaat voor Earthquake. Ja, maar dat moet ik wel kunnen hebben, toch? Ik wou net zeggen. Oké, okay, nog een max revive voor Abu. Gastrodon gaat lekker door met Rocktomb. Oké, okay, prima. Een max potion voor Donald. Oké. Okay. Voor de zekerheid denk ik ook wel even Blade reviven. Ondertussen ben ik onwijs traag gemaakt. Gooi ik even een Hyper Potion op Gerrit zelf. Zo, dan is die ook weer redelijk vol. En een Hyper Potion op Blade. Oké, okay, nu zijn 4 van mijn 6 Pokémon weer volledig geheeld. Die Roserade heeft echt mijn team gerampaneerd gewoon. Oké, okay, maar eigenlijk heb ik dus Jaws nodig die 1 klap geeft aan... Aan de enemy Gastrodon. Oké, okay, max potion voor Gerrit. Opeens begint Cynthia te earthquaken. Best raar dat ze daar dat niet gewoon de hele tijd gedaan heeft eigenlijk. Laat ik Jaws voor de zekerheid dan ook maar even reviven.
en Gerrit gaat straks wel down, denk ik. Oké, dat laat ik dan maar even gebeuren. En dan kijk ik wel of ik Gastrodon nog moet reviven straks. Of ik Gastrodon nog nodig heb. Misschien wel. En nu is het gewoon hopen dat Jaws gewoon deze Gastrodon kan slopen. Ik durf eigenlijk niet Power Whip te gebruiken. Ik ben bang namelijk dat ik mis met Power Whip. En dat ik dan... Ja, dat het dan helemaal fout zou gaan. Gastrodon doet Rockdom. Oké, okay, nice. Gastrodon begint zichzelf te healen met een berry, maar dat is niet heel veel. Oké. Gastrodon is ook down. Lekker gedaan, Carnivine. Oké, dit wordt toch wel teamworky. Ik heb iedereen in mijn team gewoon nodig hiervoor. En wat gaat Cynthia nu doen? Cynthia gaat nu voor Milotic. Oké, Milotic. Dan ga ik voor Simba. Ik ga denk eerst een physical move proberen tegen Milotic. Milotic begint wel met Scald. Milotic is namelijk sneller. Oef, dit doet zoveel pijn. Ik moet hem in twee beurten slopen. Spark, oké, dit gaat goed. Hij is nu burned, oké. Door een flame orb, oké. Ik denk dat hij mij nu heel erg veel pijn gaat doen met Scald. Oké, ik overleef het. Top. Oké, Thunderbolt. Lekker, Milotic is down. Oké, super. Nu begint het pas echt spannend te worden, jongens. Cynthia heeft volgens mij nog twee Pokémon over. Eén daarvan is Lucario. Dan is het tijd om te wisselen naar Abu. Let's go, Abu, let's go. Ik wil hem in één keer slopen, dus ik ga voor close combat. Oh nee. Oh, ik overleef het. Oké, cool. Close combat, ik raak hem. Lucario overleeft het niet. Yes, oké. Oké, we zijn zo close nu, jongen. En er zag het niet naar uit toen die Roserade heel mijn team wipte. Donald gaat nog even snel een leveltje omhoog. En nu is het zover. De level 66 Garchomp van Cynthia. Wat gaat Garchomp doen? Cynthia die zei nog, ik kan me de laatste keer niet herinneren dat ik zo moeilijk heb gehad. Ice Beam is 4 keer super effective. Ik hoop alleen dat ik de tijd krijg om Ice Beam te doen. Garchomp doet Sword Dance. Dat betekent... dat zijn attack heel erg omhoog gaat. Dit wordt eng. Waarschijnlijk doe ik door deze berry ook niet zoveel damage in de eerste beurt of zo. Dat is denk ik inderdaad gaande. Oh, ik heb hem bevroren. Ik heb Garchomp bevroren. Oh, dit is zo goed. Hij is bevroren. Garchomp zou heel mijn team waarschijnlijk kunnen slopen als hij er zin in had. Maar in plaats daarvan bevries ik hem en kan die niks doen. En hebben we Cynthia verslagen. Lekker. Met een team wat allemaal een lager level is dan de Garchomp. Jeetje, we hebben het gewoon voor elkaar. We hebben het voor elkaar. We hebben de kampioen Cynthia verslagen. En Donald, de Pokémon die een paar keer was doodgegaan tijdens de Elite Four, heeft de laatste 2 klappen gegeven. Oh, wat goed dat we deze move hebben geleerd. Want als we geen ijstype moves hadden, als we dat niet hadden, dan hadden we echt een groot probleem gehad. En Cynthia applaudisseert. Ze zegt een paar minuten geleden was jij de meest krachtige uitdager. En nu ben je de sterkste Pokémon trainer van alle trainers. Je bent de nieuwste kampioen. Holy moly! Ja hoor, we hebben het gedaan. Ze zegt, dat was supergoed. Echt een hele goede battle. Je gaf je Pokémon de support die ze nodig hadden om hun krachtigste, maximale kracht te pakken. En je hebt ze weten te begeleiden naar de winst. Je hebt passie en gecalculeerde coolheid. Samen met je Pokémon kan je alles overwinnen. En dat zijn de impressies die ik had uit deze battle. Ik ben blij dat ik jou mag kronen tot Sinnoh's nieuwe kampioen. Ah! Yes! Het is gewoon gelukt. En nogmaals, na die Roserade dacht ik echt van... hoe? Waarom Roserade? Waarom is die zo goed? Waarom gaat die heel mijn team slopen? We lopen tussen de standbeeldjes door naar de volgende kamer. Cynthia loopt achter ons aan. De krachtigste trainer in heel Sinnoh. En dit is de Hall of Fame. En daar is ook Rowan met zijn koffertje. En Rowan zegt ook, Rick, jouw laatste battle was geweldig. Cynthia zegt gedag tegen Rowan. En Rowan zegt, een kind die ik had opgedragen om mijn Pokédex project te voltooien is zo ver gekomen. Natuurlijk moest ik komen kijken. En Rick, ik moet je geen kind meer noemen, want jij bent de echte kampioen geworden. En Rowan die moet ook lekker meekomen, samen met Cynthia en mij. Rowan die zegt, het is lang geleden dat ik in deze kamer ben geweest. En dat was inderdaad toen Cynthia kampioen wordt en dat is lang geleden. Cynthia zegt, welkom in de Hall of Fame. En jullie namen zullen hier voor altijd in de geschiedenisboeken komen. We gaan de namen van jou en je Pokémon hierop schrijven. Daar gaan ze hoor, daar gaan ze. Mijn helden, mijn Pokémon waarmee we Sinnoh hebben uitgespeeld. Waarmee we Pokémon kampioen zijn geworden. En dit zijn ze, de Hall of Fame.
Absol, hey, onze Blade, level 60 is die geworden. Donald, Golduck, level 62. Luxray, Simba, ja, level 64. Gastrodon, Gerrit, ja, ja. Dan hebben we hier Cardivine, Jaws en onze starter Pokémon natuurlijk, Infernape, die level 65 is geworden. En ze hebben allemaal hun betekenis gehad tijdens de Elite Four en zeker in de battle tegen Cynthia. Dat was echt tof. En dit zijn we. Dit is het team. En daar maken we natuurlijk een screenshotje van. Oh man. Ja, het is wel een mooi teampie hoor. Lekker teampie. En laat vooral in de reacties weten wat we nu nog moeten gaan doen in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Want dan gaan we dat gewoon doen. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. Ik vond het weer een geweldige serie. En ik ben blij dat we hem hebben afgemaakt met z'n allen. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!